Beste Nick, ik zal beginnen met een bekentenis. Tot mijn 15, 16 jaar ging ik des zondags samen met mijn ouders naar de protestantse kerk, het Rabot hier in Gent. En mijn moeder en ik werd heel vriendelijk gevraagd om tijdens de psalmen en gezangen niet mee te zingen. Omdat daardoor Gods woord toch een heel rare klank kreeg. Dus dat je mij vandaag hebt laten zingen, dank u wel. Maar goed, dankzij u allen is dat gesmoord geweest. En heeft het geen verdere schade toegebracht. Goed. Ja, je hebt al mooi gezegd dat het niet niks was om te moeten spreken als vervolgens ik zou komen. Maar mag je dat nu omkeren? Het is niet niks om nu te moeten spreken naar jou. Want ja, mij is gevraagd geweest om een eerder klassieke betoog te brengen, wat ik dus ook wel zal doen. Maar ik zal u beginnen met een kleine bekentenis, een tweede bekentenis dan. Ik ben een bekentenismoed vandaag. Als ik de eerste keer de vraag heb gekregen of ik dit zou willen doen, om hier op deze dag voor u allen hier te willen spreken, dan heb ik geaarzeld. Ik zal daar heel eerlijk in zijn, omdat ik toch uit een academisch milieu kom. Dat is het milieu dat mij het best vertrouwd is. Ik weet ongeveer wel wat jullie doen, maar ik vond het eigenlijk wel aanmatigend van mijzelf om hier zo vooraan te komen staan en nu even te komen uitleggen vanuit de welgekende Ivoren Toren, transparant of niet, een andere vraag. Maar om van daaruit hier te komen zeggen, voilà, kijk, zo kijk ik er tegenaan. Maar ik heb me dan gerealiseerd, en Nick heeft daar ook naar verwezen, mijn tweede gedachte was, ik moet dit doen. Want uiteindelijk, als ik mijn eerstejaars binnenkrijg, en dat is nu in eind september gebeurd, eerste bachelor, ik geef die sukkelaars logica, maar ze worden er allemaal zeer goed van. Nee, dat is zo. Ik zeg het. Dan is het omdat jullie die mensen gevormd hebben. Ik heb de waanzinnige luxe van binnen te krijgen wat jullie gevormd hebben. Schitterend materiaal waarmee ik dan mag aan de slag gaan. Dus uit pure dankbaarheid dacht ik, ik moet hier vandaag komen staan. Nu, een tweede punt is dat ik kan het misschien misverstaan hebben. Indien dat zo zou zijn, mijn excuses daarvoor. Ik had begrepen dat ook mijn opdracht was vandaag om provocerend te zijn. Misschien is dat niet gezegd geweest, maar ik heb het wel zo begrepen. Heb ik een lezing in elkaar gevroed die vrij provocerend is. Vroeger had ik de vaste gewoonte mij daarvoor te excuseren. Ik word volgend jaar 60, een goede leeftijd om daarmee op te houden. Dus u krijgt nu een vrij provocerende lezing. Het is mijn opinie, dat voer ik er nu aan toe, omdat ik niet had verwacht mijn rector hier aanwezig te hebben. Dus ik praat een persoonlijke titel, laat dit duidelijk zijn. Maar ik zou het anders ook wel zo gezegd hebben, dat is geen probleem. Nee, we zijn eigenzinnig. Redelijk en eigenzinnig. Daar blijf ik volmondig en volhardend achter staan. Ik wil u graag meenemen op een reis, dat is mijn bedoeling. De aanloop die ik neem, het eerste kwartier ongeveer, wil ik u iets zeggen over hoe wij vandaag aankijken tegen het fenomeen wetenschap. Of wetenschappen, de meervoudsvorm is eigenlijk beter geschikt. En van daaruit wil ik graag iets vertellen over hoe ik althans tegen de maatschappij vandaag, de maatschappij waar wij ons hier in bevinden, hoe ik tegen die maatschappij aankijk. En dan in het laatste luik zal ik het aandurven om een overstap te maken naar het onderwijs. En dat laatste stukje zou ik u willen vragen om dat te aanhoren onder de brede noemer I have a dream. Nu, het kan misschien zijn dat u mij nadien er zal op wijzen dat stukken van die droom al gerealiseerd zijn. En dan zeker maakt u mijn dag goed. Dat is geen probleem. Maar het is waarvan ik zelf droom, van wat ik ooit graag zou willen meemaken. Goed, ik begin met een citaat. Ik weet dat dit totaal onverantwoord is, een PowerPoint maken met zoveel tekst erop. Ik blijf ook altijd denken dat je mag mensen uitdagen. Ik lees het even, omdat ik het zo... Oh, het is zo mooi. Boven de Atlantische Oceaan bevond zich een barometrisch minimum. Het trok oostwaarts in de richting van een boven Rusland gelegen maximum en vertoonde nog niet de neiging hiervoor naar het noorden uit te wijken. De isothermen isoteren vervulden hun plicht. De luchttemperatuur stond in de voorgeschreven verhouding tot de gemiddelde jaartemperatuur, tot de temperatuur van zowel de koudste als de warmste maand en tot de aperiodische maandelijkse temperatuurschommeling. De opkomsten en ondergang van de zon, van de maan, de lichtvariaties van de maan, van Venus, van de ring van Saturnus en vele andere gewichtige verschijnselen stemden overeen met de voorspellingen daaromtrent in de astronomische jaarboeken. De waterdamp in de lucht had zijn hoogste spankracht.
en de luchtvochtigheid was gering. En de tekst gaat verder. In één woord dat de feitelijke situatie heel aardig weergeeft, ook al is het wat ouderwets, het was een mooie augustusdag in het jaar 1913. Waarschijnlijk hebben een aantal onder u dit herkend. Dit is de openingspagina van het meesterlijke werk, van het niet voltooide werk van Robert Musil, namelijk De man zonder eigenschappen. En mijn eerste deel van mijn verhaal gaat daarover. Eigenlijk krijg je in die openingsparagraaf van dat boek twee verhalen geconfronteerd. Dat ene, zeg maar, wetenschappelijke meteorologische verhaal en dan die samenvatting. Wat wij uiteraard in ons dagelijkse leven zouden doen. Als het inderdaad een mooie augustusdag is in het jaar 1913 en we komen iemand tegen, dan zullen wij tegen deze persoon zeggen, goh, wat een mooie augustusdag. En we zullen uiteraard niet ons wenden tot die meteorologische beschrijvingen, te zeggen natuurlijk juist Frank de Bozer zou ontmoeten. Dat is uiteraard de uitzondering die dan de regel bevestigt, wat trouwens een verkeerde vertaling is, want in het Latijn is het exceptio probat regulam, de uitzondering test de regel, maar dat geheel terzijde. Dat was effectief geheel terzijde. Dat is in feite het eerste waar ik zou graag willen bij stilstaan, dat is namelijk hoe kun je deze twee verhalen samenbrengen. En dit is alles behalve een nieuwe vraag. Dit is de vraag van, ik zeg nu de two cultures, ondertussen mag je al rustig spreken over de three cultures, sommigen willen zelfs gaan naar four cultures, maar u weet waarschijnlijk dat in 1959, dus al een hele tijd geleden, dat C.P. Snow die beroemde lezing heeft gehouden over de two cultures. Het essay van C.P. Snow en de lezing zijn in zekere zin wel gedateerd. Dat is uiteraard zo. Hoe zou het ook kunnen? We zijn 50 jaar en iets meer verder. Maar de vraag die ook daar C.P. Snow al aanhaalt, is hoe verhouden de... Ja, ik gebruik nu natuurwetenschappen. Ik bedoel, dat is bij gebrek aan betere bewoordingen natuurlijk, want als je zegt, dit zijn de exacte wetenschappen, dan hou je aan dat de andere wetenschappen dan niet exact zouden zijn, wat raar is. Noem je de ene natuurlijk, dan zijn de andere onnatuurlijk. Noem je de ene humaan, dan worden de andere inhumaan. Maar enfin, u begrijpt wat ik bedoel. Dus hoe verhouden die natuurwetenschappen zich tot de humane en sociale wetenschappen? Dat is één spanning. Tweede spanning, hoe verhouden die wetenschappen zich tot samenleving in het algemeen, tot die beruchte, en ik zoek nog steeds, ik vind dat we eigenlijk, goed, een oproep ook hier, laat ons alsjeblieft stoppen met dat woord leek te gebruiken. Ik bedoel, de oorsprong van dat woord zit in een wel bepaalde traditie, en ik denk dat het tijd wordt om daar afstand van te nemen. Ik vind dat een gruwelijk woord, dus het mag samen wat mij betreft op de lijst met allochtoon. Maar met hetzelfde probleem, wat is een goede vervanging? Dat is nog een andere kwestie. Dus tot de samenleving, tot de leek. En daarmee bedoel ik dan zowel het politieke, het economische, het culturele, de kunsten. Waar ik nog zeker zal op terugkomen in deze lezing. En wat er sinds C.P. Snow is gebeurd, dat is een bijzonder fascinerende ontwikkeling. Iets wat hij zelf niet had kunnen vermoed hebben, maar wat in de 50 jaar daarna gebeurd is. En dat is een heel interessant fenomeen. Dat is dat met name die humane wetenschappen en sociale wetenschappen zich zijn gaan interesseren voor die wetenschap zelf. Dat is een heel interessant fenomeen. Ik bedoel, uiteraard, als je nu denkt, ik ben een socioloog. Wat doe ik als socioloog? Ik onderzoek bepaalde groepen in een samenleving. Ik kijk hoe die groepen samengesteld zijn, hoe die evolueren, waarvoor zij staan, enzovoorts en zo verder. Je kan dat doen voor religieuze groepen, voor economische groepen, politieke groepen, etc. Wat zou er jou beletten om dat ook te doen voor die speciale groep in onze samenleving en een groep die toch een enorme impact heeft, wie dat ontkent, heeft werkelijk wel ongelijk, de enorme impact die wetenschap heeft op die maatschappij. Dat is dus ook een groep die je sociologisch kunt identificeren. Dat is allemaal gebeurd in die tussentijd. Vanaf de jaren 60 is dat op gang gekomen. En het zijn dus uitgerekend de humane en sociale wetenschappen die zijn gaan kijken in eerste instantie naar de exacte wetenschappen, daarna ook naar zichzelf. En dat wetenschapsfenomeen zijn gaan bestuderen vanuit verschillende oogpunten. Sociologisch, psychologisch. Ik bedoel, ik durf dat bijna niet zeggen, maar in een vorig leven was ik een wiskundige. En er is een schitterende psychologische studie die laat zien dat het algemene profiel psychologisch van de wiskundige is dat van de neuroot. Dat is goed om te weten. Dat is goed om te weten. Dat,
Dat weerspiegelt zich in het feit dat als zij aanvragen doen bij het FVO, dat zij heel moeilijk teamdenken. Dat neuroten hebben niet die neiging. Dat klopt dus. Economisch, politiek, juridisch, filosofisch. Waar uiteraard dan ik als wetenschapsfilosoof aan mijn trekken kan komen. Wat heeft ons dat geleerd? Wel, misschien dingen die nu vandaag weinig verrassend klinken, maar als men daarop uitgekomen is, was dat wel verrassend. Namelijk, ik weet dat het onnozel klinkt hoor, als iemand nu in een lezing zegt, kijk, mensen, vergis u niet, wetenschap is bijzonder complex. Daarmee bedoel ik dat we hebben wel een ideaalbeeld. We hebben dat ideaalbeeld van wat doen wetenschappers eigenlijk? Om het nu heel naïef voor te stellen, en je hoort nog wel dat verhaal af en toe, wel iets te veel naar mijn smaak. Wetenschappers verzamelen feiten. Dat vind ik al bijzonder merkwaardig, hoe ze dat worden verondersteld te doen, alsof ze daar voor het rapen liggen. Maar goed, laat ons niet moeilijk doen. Zij verzamelen feiten. Zij turen heel lang naar die feiten, totdat die mooie uitdrukking, hè, de feiten voor zichzelf gaan spreken. Dan zie je een patroon in die feiten. Je krijgt een eerste wetmatigheidje. Dan heb je een hoop wetmatigheidjes. Dan probeer je dat samen te knutselen tot een paar mooie wetten. En dan wil je die wetten nog eens samenbrengen tot een groter geheel. En je krijgt je wetenschappelijke theorie. Hè. En dan gaat je uit die theorie van alles afleiden en dan opnieuw afdalen tot de fenomenen. Je doet een experiment en dat zal je theorie bevestigen of weerleggen en zo gaat dat vooruit. Pracht van een ideaalbeeld klopt eigenlijk niet. Nee, ik bedoel... ga naar Genève. Vraag aan die mensen in de Large Hadron Collider. Waar rapen jullie de feiten op? Ja, dan gaan die zeggen, rapen, waarover heb jij het nu? Daar staat een gigantisch machine. Daar komt van alles uit. Dat gaat door een wereldwijd netwerk van gekoppelde computers die honderdduizenden beelden analyseren. En dan krijgen wij beelden op onze computer en dan proberen wij daar iets van te maken. Dat is een totaal ander beeld. En ik wil dan nog niet eens beginnen over sociale en humane wetenschappen, waar die problemen zich nog dieper stellen. Wat zou een socioloog kunnen doen als die in een maatschappij zou rondlopen en zeggen, ik ga feiten zoeken. Ja, nee, dat kan toch niet. De relatie met de maatschappij is eveneens bijzonder complex. En welk mooier voorbeeld kan ik geven dat door Nick aangehaald geweest is, namelijk het klimaat. Om te zien hoe dat de wetenschappen binnen de maatschappij, want wetenschappen zijn een onderdeel van de maatschappij, hoe die zich positioneren in dat hele klimaatdebat, dat is niet eenvoudig. En hoe het zich doorvertaalt in die maatschappij. Ik ga niet ingaan op die wetenschapscommunicatie, want dat is een heel apart probleem, dat is eigenlijk een apart vraagstuk. Laat ik er enkel maar dit over zeggen. Het communiceren van wetenschap naar de bredere lagen van de bevolking toe wordt naar mijn idee nog altijd gruwelijk onderschat. Ik denk dat heel wat wetenschappers lijden aan wat ik noem het kleinbolletjesyndroom. En het kleinbolletjesyndroom is dit. Neem een fysicus en die heeft een wetenschappelijke tekst en die moet die nu naar het brede publiek brengen en die leest die tekst en die leest materie is samengesteld uit atomen. Men denkt, ai, atomen, nee. Die schrapt atomen en schrijft daarboven heel kleine bolletjes. En dan is het idee dat dit zal overkomen bij de bredere lagen van de maatschappij. Ik denk dat het een gruwelijke onderschatting is. Ik ga ga ik overslaan als ik dat mag doen. U kunt wel begrijpen, dat is in feite even een klein zijpad, het is niet meer dan dat. U kunt wel begrijpen dat die wetenschappers, in eerste instantie die exacte wetenschappers, alles behalve content waren met die sociologen, psychologen en wat nog niet allemaal, die in hun labo's komen erbij zitten. Dat is effectief gebeurd. Er zijn er geweest die vanuit antropologisch oogpunt de zaak hebben benaderd. Die hebben gezegd, ja kijk, eigenlijk is dat een vreemde cultuur, die wetenschappers, die samenkomen in rituele plaatsen, labo's, waar zij een hele hoop rituelen uitvoeren. Wat is het verschil met een regendans? Eigenlijk niks. Dus we gaan er als antropologen bij zitten en die observeren. En effectief, er zijn heel wat rituelen die zich daar afspelen. Nou, als de grote baas van het labo binnenkomt, dan zijn plotseling al die bureautjes opgeruimd. Daarvoor niet. Hè, en je praat op een heel wel bepaalde manier met het opperhoofd, hè, enzovoort. Dus die waren daar allesbehalve content mee. Dat heeft aanleiding gegeven tot de zogenaamde science wars, die nu stilletjes aan, hoewel nog niet helemaal, aan het uitdoven zijn.
Ja, kijk, ik ga daar nu niet over uitweiden, met de hele affaire met Alain Sokal en Jean Bricmont. Dat is op zich genomen een bijzonder mooi verhaal, maar ik mag er nu echt niet op uitweiden. Er is een terugslag gekomen. Ze hebben namelijk meteen teruggeslagen en hebben dit fameuze boek geschreven, Imposture intellectuelle, ook in het Nederlands vertaald intellectueel bedrog, waar een hele reeks filosofen op het rooster worden gelegd en om de Engelse uitdrukking te gebruiken, found wanting. Ik stond er niet tussen, voor alle duidelijkheid. Dat ja, zou sterk geweest zijn. Goed. Maar nu, ik zet mijn verhaal verder. Onze reis gaat voort. Uit heel deze studie, wetenschappelijke studie van de wetenschap, is een heel onverwachte ontwikkeling gekomen. Wat eruit ontstaan is, en wat uiteindelijk nog altijd, wat ik nog altijd zelf ook verdedig als een heel mooie ontwikkeling, is de zogenaamde scientometrie. Niet te verwarren met scientisme of wat dan ook. Het gaat hier effectief om het meten van wat er in wetenschap zich afspeelt. En kijk, ik zal u meteen een voorbeeld laten zien. Kijk, wat u hier ziet, is zo'n typisch resultaat van wat wetenschapssociologen doen. U ziet hier een bepaald wetenschappelijk gebied. En wat men hier doet, is simpelweg, je neemt een auteur, je neemt daar een artikel van, je kijkt naar de referenties, en als die iemand citeert, dan komt daar een lijntje naar die andere persoon. Dan neem je een artikel van die persoon, je kijkt naar wie citeert deze persoon, en zo krijg je deze netwerken. Kijk, wat je hier nu ziet voor deze discipline is eigenlijk waanzinnig mooi. Omdat je dus ziet dat er is duidelijk een groot gebied in het midden, waar men heel intens samenwerkt, maar je ziet tegelijkertijd dat er hier iets aan het gebeuren is. Daar komt een kleine subgroep die zich begint te differentiëren, die veel meer onder elkaar begint te citeren, los van die hoofdgroep. En dan is er hier blijkbaar een zijontwikkeling. Die banaan daar aan de rechterkant, dat is blijkbaar iets aparts dat zich daar aan het ontwikkelen is. Is dat interessant om te weten? Wel, om heel eerlijk te zijn, ja. Want stel nu eens dat jij, ik ga nu praten op universitair niveau, dat je een student zou hebben, briljant student, zou graag willen doctoreren, en die zegt tegen u, en ik zou zo graag mijn doctoraat willen maken bij professor Edwards. Dan zou ik geneigd zijn om tegen die student te zeggen, denk nog eens na. Ik bedoel, het zou wel kunnen dat daar iets nieuws gaat komen, maar dat is lang niet gezegd, hoor, want Edwards zit daar toch een beetje onderaan de banaan. De kans dat hij daar weggeraakt, maar als die zegt, oké, dan niet Edwards, wat denk je van Bud? Denk van, dat is een prima keuze. De kans is zeer groot dat daar een nieuw domein zal ontwikkeld worden. Dat betekent ook, en nu keer ik terug, dat betekent ook dat, vermits het nu ook gebruikt wordt, en dat is de onverwachte ontwikkeling, die zeker de grondleggers van het verhaal niet hadden bedoeld in hun streven, is dat het ook een beleidsinstrument en een sturingsinstrument geworden is. Wat je ook weet, is dat als je hierin terechtkomt, als je in dit netwerk terechtkomt, dan heb je veel meer kans om bijvoorbeeld aan geld te geraken voor je onderzoek. Want dit is nieuw onderzoek, dit is onderzoek in ontwikkeling. Dus in die zin, dat is oké. Ik bedoel, men denkt heel vaak dat wij filosofen die mensen zijn die zodra er iets kwantitatiefs aan te pas komt, in afgrijzen, achteruit deinzen. Goed, ze zijn er, dat is het probleem niet. Ik bedoel, maar dat is om de waaier compleet te hebben. Filosofen zijn zeer gevarieerd. Het zou al te gek zijn dat ik als wiskundige in een vorig leven dat ik dit zou afwijzen. Natuurlijk niet. Nee, daarvoor is het veel te belangrijk. Maar, en hier kom ik nu stilletjes aan naar het tweede luik van mijn verhaal, er is iets anders gebeurd. En dat maakt mij, en dat baart mij zorgen, om heel eerlijk te zijn. En ik zal het illustreren aan mijzelf. Voilà, dit ben ik. U zou het niet zeggen, hè? Maar dit ben ik. Dat is een heel leuke website. Ik kan u echt warm aanbevelen, Hartzing. U moet dat eens doen. Het is eigenlijk zeer gemeen, hoor. Ik bedoel, als u ooit nog eens een lezing meemaakt, en, dat is toch, zou ik niet dit mogen zeggen? Maar ja, het is gemeenschapsonderwijs. Hè. Ja, kijk, als u ooit nog eens een lezing meemaakt en de spreker zou tegen het publiek zeggen, en ik ben wel internationaal bekend en geroemd, ga eens naar die website. Dat is heel rap gecontroleerd, hoor. Maar ziet u,
Zeg, is dat, ergens is het toch onvoorstelbaar dat deze website... Het is, er zit een fout op, een stevige fout, om heel eerlijk te zijn, maar het geeft een indicatie. Dat is meer dan duidelijk. En goed, dit is een wetenschappelijk profiel van mij, uitgedrukt in een aantal maten. En om u aan te tonen hoe ver wij vandaag daar al in doorgedrongen zijn, heb ik er daar eentje in de tweede kolom bovenaan in het vet aangeduid. Ja, ik laat het alleen maar zien omdat dat cijfer goed is. Ik bedoel, anders had u zelf naar de website mogen gaan. Ik heb nu een H-index van 10. Ik kan u verzekeren, ik ben apetrots. En uiteraard vraagt u nu, en wat de f is een H-index? Wel, heel simpel, dit is de H-index. Voilà, daarmee weet u dat nu. Nee, kort even een woordje uitleg. Opnieuw, het is een interessante maat, hoor. Het zegt wel degelijk iets, maar ja, de vraag is, hoe ver kan je dan daarin gaan? En dat zal mijn volgende punt zijn. Kijk, u ziet, het idee van de H-index is, de blauwe lijn die u ziet, op deze as staan uw artikels, opgelijst, pardon, in de volgorde van het aantal citaties. Dus hoe vaak wordt dat artikel van u geciteerd? Dus u ziet van zeer veel geciteerde artikels naar minder geciteerde artikels. Als u dan de diagonaal trekt, dat snijpunt, dat is uw H-index. Dus met andere woorden, ik zal het nu in mensentaal uitdrukken. Mijn H-index is 10, betekent dat ik 10 artikels en of hoofdstukken in boeken heb geschreven die 10 of meer keren zijn geciteerd geweest. Dit geeft een maat voor de gelijkmatigheid van uw productie. Oké? Sommige wetenschappers zullen één artikel hebben dat 1 miljoen keren geciteerd is, daarna is het afgelopen. Die hebben een H-index 1. Dus dan zeg je van ja, wereldberoemd, maar eigenlijk een H-index 1. Interessant, die heeft dus 1 keer iets gedaan en that's it. Terwijl wie gelijkmatiger produceert, hoe hoger die curve komt te liggen, hoe hoger uw H-index. Oké, eerlijk zijn, het betekent dus ook dat ik geen 11 artikels heb die 11 keren of meer geciteerd zijn. Oké, dat volgt er ook uit. Maar daar hebben we weer een andere maat voor. Oké, en hier word ik provocerend. Dit is mijn eerste provocatie, of nou, tenminste, dat hoop ik toch dat het eerste provocatie is, dat u al de rest nog redelijk aanvaardbaar vond. En hier geef ik u mijn persoonlijke opinie. Als ik kijk naar de maatschappij waarin wij verzeild zijn geraakt, dan zie ik een fenomeen in die maatschappij en dat fenomeen heb ik voor mezelf omschreven als de olympifiering van de maatschappij. Daarmee bedoel ik, het is een gewaagde stelling, ik weet het, maar ik probeer ze al nu een aantal jaren te onderbouwen. De stelling dat wij proberen in onze maatschappij vandaag de zaak zodanig goed te plannen dat we daardoor verplicht zijn om zoveel mogelijk te weten over deze maatschappij. En hoe meer we dan weten over die maatschappij, hoe beter we dan denken die maatschappij te kunnen besturen. Het gaat dus ook samen met het idee van steeds meer inspanningen te moeten leveren om steeds kleinere effecten teweeg te brengen. Je wil graag kunnen voorspellen. Vanuit die wetenschapswetenschap. Je hebt nu een instrument om te kunnen detecteren, zit daar ergens een beloftevolle nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling. Ja, één keer als je dat hebt kunnen identificeren, ja, dan lijkt het mij ook wel ergens evident te zijn dat je zegt, en laat ons nu daarop inspelen. We hebben hier nu een instrument dat ons toelaat om een beleid te ontwikkelen waarbij je beter kunt onderbouwen, verdedigen, waarom dat je dat type beleid voert. Dus dat dat gebeurt lijkt mij normaal, maar ja, als je dan een voorspelling doet, dan wil je natuurlijk ook wel graag hebben dat die voorspelling uitkomt. En dan soms gebeurt het wel, maar daar ga ik nu niet op ingaan, dat de wereld wordt aangepast aan de voorspelling. Dat is uiteraard altijd een manier om zeker te zijn dat uw voorspelling uitkomt. Grijp in op de wereld zodanig dat de voorspelling uitkomt. Dat is ook een manier natuurlijk. We krijgen naar mijn idee, ik ben nu uiteraard heel beknopt en kort door de bocht, ik besef dat, het is praktisch een chicane in Formule 1. Maar ik denk dat deze weg die men bewandelt, dat je moet opbotsen tegen grenzen. Goed, dat is nu mijn andere grote dada. Nick had volkomen gelijk als hij zei dat ik de opvatting heb dat het leven absoluut geen zin heeft. Dat is volkomen juist als het gaat over dit leven. Maar mijn punt is dat mijn zingeving, dat zijn jullie. Als mensen dat tegen mij zeggen, is dat niet risicovol?
uw zin ontlenen aan die? En dat is mijn antwoord. Ik heb het al één keer geprobeerd met God en dat was ook geen succes. Ik vind deze formule aangenamer, om heel eerlijk te zijn. Wij botsen op tegen grenzen. Ik wil toch graag een paar voorbeelden laten zien. Kijk, bedoel, het is één zaak om te praten over schoonheid. Daar kan ik absoluut geen enkel probleem mee hebben. Maar als je zelf wilt frustreren, en dan, ja, het is nu helaas voor de vrouwen onder ons, maar als je zelf wilt frustreren, je kunt op internet kruipen en zo'n schoonheidsmasker downloaden, neerhalen dus, en dan je eigen foto daarachter plakken om vast te stellen dat je dus zo lelijk als de nacht bent. Maar je wordt meteen doorverwezen naar de volgende website waar je al de producten kunt aankopen om daar iets aan te doen, wat toch niet zal helpen. Die website zegt mij dan dat dit gezicht vol zit met gulden sneden. Kijk, dat is overdreven. Dat is gewoonweg belachelijk. Ik bedoel, ik heb ooit eens een artikel geschreven waarbij ik de schoonheid heb aangetoond van een flesje duvel, omdat dat flesje duvel zit ook vol met gulden sneden. Daar kun je de hele kosmos uithalen. Echt waar. Dat is, daarom is het ook geestelijke drank. Hè? Dat is duidelijk. Ja. Dus ja, ik kan er nu niet op ingaan, maar hoewel ik het niet helemaal volg, laat dat duidelijk zijn, maar ik heb sympathie voor het betoog van Paul Verhagen in de identiteit. Ik deel het niet helemaal, maar het is een bezorgdheid die ik deel. Ik sta dichter bij Michael Sandel, zijn tweede boek What Money Can Buy. Vind ik bijzonder mooi. En goed, ja, dat term dat er daarbij staat, dat is gezien onze eerste minister van dit land blijkbaar zich in die hoek situeert, dacht ik wel dat het goed was om even dat basiswerk erbij te halen. Kwestie dat we weten waarover we spreken, nietwaar? Maar je mocht je beperken tot deel 1. Dat, in deel 2 wist Marx ook niet meer juist waar moet ik nu naartoe. Ja. Dat terzijde. Ja, kijk, dit vind ik ook altijd zo mooi. Hè. Bedoel, ik haal dit zeer graag aan. Dit zijn nu Olympische Spelen zelf. Bedoel, ja, als er daar geen sprake zou zijn van olympifiering, waar dan wel? Bedoel, maar ik heb dit gehaald uit een artikel van twee Nederlandse wiskundigen en statistici. Die hebben aangetoond dat deze recorden voldoen aan de voorwaarden voor om te extrapoleren. En dan zie je toch de sublieme denkwijze van wiskundigen. De wetenschap dat in 2105 dat we nog juist geteld 0 seconden nodig hebben voor de 100 meter. Dat worden dus zeer korte Olympische Spelen. Je legt gewoon de eindmeet bij de beginmeet en je bent klaar. Maar goed, dat... Dit is kunst. Dit is kunst, oké? Okay? Dit is kunst. Het is geen probleem. Een foto van Spencer Tunick, dus dat mag. Het is kunstzinnig, dus dat is toegestaan. Eigenlijk wou ik het hier hebben over de pornografie. Want pornografie, naar mijn idee, leidt ook aan olympifiering in zeer hoge mate. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, als je kijkt naar een pornofilmpje op internet, en uiteraard doet je dat, ik zou verwachten dat er altijd onderaan een waarschuwing zou staan. Don't try this at home. Ik bedoel, je moet atletische kenmerken hebben om de standen uit te beelden met 3, 4, 5, 6, 7. Vaak moet je dat beeld stilzetten om in Bruegelse zin uit te zoeken wat doet die voet daar. Ik bedoel, is de regisseur er dan toch tussen gesukkeld? En in mijn kwaaie momenten heb ik al gezegd, pornografie verbieden. Wel, eigenlijk ben ik daarvoor. Als het van zulke lage kwaliteit is, ja, om kwaliteitsredenen zou ik het verbieden. Pas als het kwaliteitsvoller wordt, mocht je terugkomen. En van pornografie naar economie is een kleine stap. Ik haal hier graag dit voorbeeld aan. Ja, ik heb iets met wiskunde natuurlijk. Ik hou zodanig van dat vak nog altijd. De schoonheid ervan is niet te overtreffen. Maar kijk, misschien kent u wel dat verhaal van de Black-Scholes-formula. Eigenlijk is dat toch wel schitterend, hè? Dit is wat in de beurshandel ik ook beschouw als olympifiering. Dat een bedrijf aandelen uitschrijft, oké. Okay. Dat er daarna een handel ontstaat tussen die aandelen onder elkaar, oké. Okay. Maar dat er dan daarop al die afgeleide producten komen, dat beschouw ik echt als olympifiering. Dat je dus kunt zeggen, kijk, het haalt echt dat niveau. Ik zou nu graag vandaag al een optie willen nemen om aandelen van u te kopen binnen zoveel tijd.
aangenomen dat ze tegen die tijd een minimumwaarde hebben van zoveel. En als jij dan zegt, wel, dat vind ik een leuk idee, maar ik wil daar nu wel toch wel een waarborg voor hebben van u, dan moet je berekenen, wat is dan redelijk om te betalen? Dit is het antwoord. Black & Scholes hebben het in de praktijk gebracht en een jaar later waren ze failliet. En als de vraag was waarom, dan zeiden ze onvoorziene omstandigheden. Want dat is olympifiering. De maatschappij en de wereld doet nog altijd in heel wat gevallen zijn haar eigen zin. Dus, ik maak nu de overgang naar het onderwijs toe. Het verbaast mij niet dat we in een situatie kunnen terechtkomen zoals deze. Dit is een van mijn lievelingscartoonisten, Sidney Harris. Al zijn cartoons gaan over wetenschap. Dat is dus, dat kan. Je kan ook lachen met wetenschap, laat dat duidelijk wezen. Do we need this if we're not planning to go to college? En dan stelt zich inderdaad die vraag, en nu begin ik mij op glad ijs te bewegen, namelijk, als het gaat om basisvaardigheden enzovoorts, wat verwachten wij eigenlijk? Waarvan vinden wij het redelijk dat iemand die uit het middelbaar onderwijs buiten komt, mee zou moeten dragen? En ik ga twee provocerende stellingen innemen. En uiteraard, daar doet u mee wat u wil natuurlijk, dat is evident. Maar kijk, dit is mijn eerste stelling. Dit is mijn uitgangspunt, excuseer. De provocerende stellingen komen meteen. Mijn idee is, en ik meen dat ook te lezen als ik het waardendocument heb doorgenomen van het gemeenschapsonderwijs, dat het erom gaat om mensen op te voeden tot leden van de maatschappij die in staat zijn tot oordelen. Die in staat moeten kunnen zijn om gegeven een maatschappelijke situatie die zich aandient, om te kunnen komen tot een oordeel over die situatie. Neem het heel concreet, zij die dan afstuderen of die misschien al in het laatste jaar zitten en 18 zijn, die nu zondag misschien voor de eerste keer die curieuze plicht mogen vervullen, dat zij in staat zijn om een oordeel te vellen voor henzelf, om te weten op wie stem ik nu. Behalve dan, maar ik moet daar heel eerlijk in zijn, ik ben de laatste die je moet daarover aanspreken. Ik doe eigenlijk wat waarschijnlijk de doorsnee stemmer doet. Ken ik iemand op die lijst? Vind ik die sympathiek? Zal die dat goed doen? Ja. En als je mij vraagt, gaat dat dieper dan dat? Nee, niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Als het maar rood of groen is, wat mij betreft. Dan is het oké. Okay. Kijk, als nu morgen Daniel Termont liberaal wordt, dan heb ik een probleem. Dat geef ik toe. Dan zit ik even in de knoei. Maar goed, dat zie ik nog niet meteen gebeuren. Dat tweede punt, en dat is eigenlijk een aparte lezing, daar kan ik nu vandaag helaas niet op ingaan. De ware uitdaging, hoewel ik ga er meteen toch iets over zeggen. De ware uitdaging lijkt mij dit te zijn. Wij zitten in wat ik toch denk, dat mag omschreven worden als een expertenmaatschappij. Voor het minste geringste voert men een expert op die u komt uitleggen, dat zit zo. Wat is de grote m? De grote m is dat er dan meestal meteen een tegenexpert wordt opgevoerd die met evenveel kracht en ook wel goede argumenten enzovoorts het tegendeel beweert. En dan, jij als leek, staat daar dan. Je hebt een expert die zegt A, je hebt een expert die zegt nee, niet A. En nu moet jij iets doen. Dat lijkt mij een van de grootste uitdagingen te zijn. Let wel, en nu praat ik eerder als logicus. Ik denk dat daar een antwoord op mogelijk is. Ik denk dat het mogelijk is om, jij als niet-expert, om een uitspraak te kunnen doen, welke van deze twee experten kan ik nu meer betrouwen dan de andere? Het is geen zekerheid, dat is het nooit. Maar toch wel, wie kan ik nu hierin betrouwen? En dat lijkt mij de uitdaging te zijn. Dus, in functie daarvan, en ik benadruk dat woord, ik heb het in vet geplaatst, is een wetenschappelijk en technologisch inzicht vereist. Ik denk niet dat het nodig is, om vooruit te lopen, dat het nodig is dat je zou moeten weten hoe het er in die computer of die laptop of die tablet omteven, hoe het daar van binnen eraan toe gaat. Maar wel dat je een inzicht hebt in wat die dingen bijvoorbeeld wel en of niet kunnen. Dat lijkt mij interessant te zijn. Dus mijn eerste provocerende stelling. Hier is ze. Ik heb al eens gezegd, ik zou graag willen terugkeren naar de middeleeuwen. En wij van, wat? Meen je dat nu? Dat waren slechte tijden, hoor. Ja, dat weet ik wel. Maar stel dat je het geluk had om tot de, de, de,
de voldoende rijke bovenlaag te behoren en je kon een deftige opleiding krijgen, dan kreeg je de zogenaamde zeven liberale kunsten, de artes liberales. En een onderdeel daarvan, ik zal het niet hebben over de vier, het quadrivium, maar het hebben over dat andere, het trivium. En ik zou zo graag willen zien, dat is een van mijn I have a dream situaties, ik zou zo graag willen zien dat dat terug een volle waardering zou krijgen. Het trivium bestond uit logica. En dan denk je van, ja, dat is natuurlijk weer typisch. Hè. Meneer komt die weer voor zijn eigen winkel pleiten, ze moeten allemaal logica krijgen. Nee. Voor alle duidelijkheid, nee. Omdat het wel degelijk is, logica in de betekenis van dialectiek. Dat wil zeggen van het voeren van een discussie. Met andere woorden, van het kunnen luisteren naar een ander, het kunnen luisteren naar de argumenten van een ander, die argumenten kunnen beoordelen, daar een kwaliteitsoordeel over uitspreken enzovoorts. Ik mag van mijn vrouw niet meer kijken naar de zevende dag. Ze heeft me dat absoluut verboden, want voor de rest van de dag loop ik dan veel te zenuwachtig rond. Ik kijk naar dat programma en ik begin. Maar enfin, allez, dat is een argument ad hominem, dat mogen we niet doen. Maar enfin, nu draait hem de implicatie om. Wat was dat nu voor een stom idee? Ja, een veralgemening van één geval. Wat is dat? Totaal ontoelaatbaar. Argument ad vericuniam, argument ad baculum. Maar enfin, ik heb al één keer gevraagd en het is bijna gelukt. Ik hoop dat het nog zal lukken voor mijn pensioen. Waar dat ook valt. Dat ze mij één keer zouden toelaten. Één keer. Voor 10 minuten. Moet echt niet langer zijn. Maar dat ik er één keer mag bijzitten in de studio van de zevende dag en dat ik als logicus telkens mag tussenkomen indien nodig. Waarschijnlijk zal het een monoloog worden. Nee, dat is zeker niet. Nee, beter nadenken jij. Enzovoorts. Logica, grammatica, oké, goed. Daarvan ga ik zeker niet ontkennen dat het nu al een onderdeel uitmaakt van, maar het komt er in feite op neer om het ook correct gezegd te krijgen. En dan de retorica. Wel, uiteraard wat u nu deze voormiddag meemaakt. U heeft nu een aantal sprekers op rij gehad. U heeft toch ook uiteraard gemerkt hoe verschillend de stijlen zijn die wij allen hanteren. De ene doet het met veel humor, de andere doet het met iets wat minder humor. De ene is meer zakelijk. Alleen al het feit dat je staat te kijken of naar een man of naar een vrouw. Ik bedoel, natuurlijk. Ik ga niet vragen hoeveel mensen in deze zaal ergens in de loop van mijn uiteenzetting tot nu toe de gedachte hebben gehad die een mens zou toch een keer echt naar de coiffeur moeten gaan. Hè? Dat, voilà, ziet u wel. Ja. En waarom glijdt dat spul van de vettigheid niet van zijn kop af? Dat soort dingen bedoel ik. Hè? Maar u ziet het wel, u heeft dat dus wel gedacht. Hè? Dat zit in die retorica. Dat zit daarin. Als ik alleen maar zeg, I have a dream. Ja, natuurlijk, dan wek ik bij u het idee op dat ik hier halverwege zo halvelings sta te verwijzen naar Martin Luther King. Wat een pretentie van deze knaap. Maar ik wil u natuurlijk wel warm maken voor het idee van, wauw, dit wordt hier opgetild naar het niveau van I have a dream. Dat, we kijken de toekomst in, het zal beter gaan enzovoorts. Simpelweg dat. Als ik zou zeggen, ik heb hier een paar kleine beleidsvoorstelletjes waar je misschien kunt over nadenken. Voilà, ziet u wel, dat is de retorica. En we hebben daar zo weinig aandacht voor. Zo weinig aandacht en nogthans zo belangrijk. Maar nu, mijn tweede stelling. En kijk, ik heb opnieuw een gruwelijke transparant klaar voor u. Mijn excuses daarvoor. Maar het is om het volgende punt te illustreren. Ik heb al eens gevraagd aan mensen. Kijk, we hebben al die prachtige wetenschappen. En dat meen ik, prachtige wetenschappen. Gaande van natuurkunde, scheikunde, biologie, psychologie, sociologie, economie, politicologie, noem maar op. Alles wat je kunt vinden aan een universiteit. Ik bedoel, al die verschillende vakgebieden. Die zijn op een wel bepaalde manier ingedeeld en opgedeeld. Als je de vraag stelt waarom die opdeling en geen andere, dan is dat, en dan kom ik opnieuw naar die wetenschapswetenschap, dat is wat die ons heeft geleerd, dan is dat eigenlijk een historisch verhaal. Er is in die zin niks dwingends aan die opdeling. En wie daar onder andere vooral last van heeft, dat zijn uitgerekend die sociale humane wetenschappen. En daarom neem ik een alledaags voorbeeld. Dus stel u de volgende situatie voor.
Een heel eenvoudige handeling, wel eenvoudig, misschien niet zo eenvoudig, die u om de week of om de zoveel tijd uitoefent, namelijk u gaat naar de supermarkt om inkopen te doen. En stel nu eens dat u de vraag zou voorgelegd krijgen, kijk, we zouden dat graag eens willen wetenschappelijk streng bestuderen. Wie moeten wij allemaal hebben om dat te kunnen doen? En dan doet u een curieuze vaststelling. En dit is mijn verhaal. Ja, sorry, hè. Dus, stel ik ga naar de supermarkt. Oké, want dan moet al een econoom bij komen. Die econoom moet mij uitleggen het hele systeem van het aanschaffen van goederen enzovoorts. Uiteraard, je moet een econoom hebben. Ik vind mijn moeite in een parkeerplaats. Nu moet er een socioloog bij komen en dan meer bepaald een specialist in verkeersstromen en mobiliteit. Misschien ook al op de achtergrond liefst een wiskundige mee hebben die u kan uitleggen dat het gedrag van auto's op een parking geen normaalverdeling is, maar wel een poissonverdeling. Namelijk, als de parking vol is, kan er niks meer bij. Maar ja, ik maak me daar behoorlijk nerveus over. Dus nu moet ik wel een sociopsycholoog erbij hebben die mij kan uitleggen waarom deze agressie mij overvalt. Ik bedoel, waarom, zoals de Amerikaanse stand-up comedian George Carlin het zo mooi heeft uitgedrukt, waarom is dat toch, als je op de autobaan rijdt, dat iedereen die sneller rijdt dan u een maniak is en iedereen die trager rijdt dan u een onnozelaar is. En dat is dus dat fenomeen. Uiteindelijk loop ik rond in die supermarkt en ik doe inkopen. Soms op een weloverwogen manier, het zij op financiële basis, daar is die econoom terug die mij moet uitleggen, want ik probeer rationeel te beraadslagen. Het zij op politiek-ideologische gronden. Maar ik koop bepaalde producten niet, omdat ze komen van bedrijven die ecologisch onverantwoord handelen enzovoorts. Dus nu moet er al een politicoloog bij komen die mij dat kan uitleggen. Soms ook op een zotte manier. Ja, ik wil dat merk koekjes, omdat ik daarmee opgegroeid ben. Dan moet die psycholoog er terug bij komen om mij dat uit te leggen waarom ik met dat soort fixaties rondloop. Ik erger mij aan de wachtende rijen aan de kassa's, daar is die econoom terug, maar nu de specialist in queuing theory, om uit te leggen waarom het inderdaad zo is dat wisselen van rij geen zin heeft. Oké. Blijf staan waar je staat. Dus de econoom, maar ook de sociopsychologie, opnieuw om die ergernis te duiden. En dan moet ik uiteraard ook nog graag een bioloog bij hebben, want ik koop mijn voedsel aan, vermoedelijk om te eten in de eerste plaats. Dus met het idee van te overleven. De wiskunde, ja, aan de kassa krijgt je rekening gepresenteerd, daar moet je ook weten mee om te gaan. Ik vind het doodjammer dat wij niet meer mogen chagren in een groot warenhuis. Allee, ik bedoel, chagren in de Delhaize en goedkoper buiten komen, dat moet toch een overwinning zijn? Enfin. Er moet fysica bij komen, enzovoort en zo verder. U begrijpt mijn punt. Neem ik aan, een alledaagse situatie en eigenlijk heb ik een interdisciplinair team nodig van wetenschappers om mij uitleg te kunnen geven. En wat is het probleem? Nu is dat vaak één van deze specialisten, die mij natuurlijk een fragment laat zien daarvan, maar nooit of zeer moeilijk het geheel. Oké, dat is een beetje een delicaat voorbeeld, maar stel dat je iemand ziet staan bovenop een toren en die heeft het voornemen om daar af te springen. Wel, als daar beneden een fysicus staat... voilà, u doet het nu zelf al. Dan zegt hij, aha, een massa die bovenaan een object staat op deze hoogte. Tak, 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 tak. Binnen 2 seconden, 38 is die beneden. Let op, dit is relevant. Dit is relevant, want als die brandweer daar afkomt met een vangnet en die moeten nog 100 meter doen om daar ter plekke te komen en geschat in dat die dat aan zo'n snelheid doen en ze hebben 5 seconden nodig... Dan kun je even goed tegen die gasten zeggen, vrienden, forget it. Hè? Ik bedoel, dit is een beetje belachelijk, hoor. Wat ziet de bioloog? De bioloog ziet een organisme. En zoals een bioloog het heeft uitgedrukt, kijk, het verschil tussen een muis en een mens is, gooi een muis in een waterput van 30 meter diepte, dat beestje komt op zijn pootjes terecht, dat denkt even van, hallo, wat was dat? En is weg. Doe dat met een mens en die is dood. Als dan een psycholoog staat, dan wil hij de motieven kennen van die persoon, waarom die daar staat en dat van plan is te doen. De econoom zal zeggen, mensen toch, dat ziet er een gezonde kerel uit, dat is een arbeidskracht weg voor de markt, dat is toch zonde, enfin. En de socioloog stelt zich vast, ja, weer een casus bij zoveel procent maatschappelijk gezien die bezwijken onder, et cetera. Ze hebben allemaal een andere blik, maar je hebt die blikken tezamen nodig. Ik wil u een paar voorbeelden geven. Kijk, ik weet wel, u zal mij zeggen, nee, van Bendegem, dat kennen we. Dit heet projectonderwijs. Wel ja, als het dat inderdaad is, dan ben ik al heel blij dat het al bestaat, één. Maar ik zou echt willen ervoor pleiten, breng dat samen. En de onderwerpen zijn legio. Ik bedoel, neem nu privacy en computers.
Wel, uiteraard moeten wiskundigen daarbij komen, want dan gaat het over problemen van beveiliging. Coderen, decoderen, dat is toch de mooiste manier om priemgetallen aan te brengen op een manier dat je denkt, potverdikke me. Dus als we er ooit in slagen om dat, en het is al eens gebeurd, dat men die algoritmen om priemgetallen te berekenen, dat men die heeft kunnen verfijnen, waardoor men een aantal codes heeft moeten weggooien, wegens te gemakkelijk decodeerbaar. Wauw. Profiling. Ja, daar zitten natuurlijk wiskundige aspecten aan vast, maar ook ethische aspecten. Ik bedoel, klassieke voorbeeld, een heel ruwe vorm van profiling is wat Amazon doet. U bestelt een paar boeken en daarna zegt Amazon, u kijk, we hebben ook dit en dat in aanbieding. In hetzelfde genre. En ik zal eerlijk zijn, dat werkt dus wel. Ik bedoel, mensen toch. Dan zeg je van, oh, dat doe ik. Oh, maar kijk eens. Oh. En hup, je bent dus bezig. Hè? Dus ik heb iets gedaan. Een filosoof moet een dwarsligger zijn. Dus ik denk, aha, aangezien zij toch mijn profiel opstellen aan de hand van wat ik koop, laat ik dan nu eens een speciale koop doen. Ik heb een boek over wiskunde besteld, een atlas, een boek over pornografie, en het vierde weet ik niet meer, en dus sedert 10 krijg ik de zotste aanbiedingen. Dat, ja. Maar goed, profiling, juridische problemen zijn er ook bij natuurlijk. Mag ik u toch snel... één enkel voorbeeld. Wat ik zelf heb meegemaakt. Mensen uit de faculteit rechten, die bij mij zijn terechtgekomen voor een wiskundig vraagstuk. En dan ga ik hetgeen over het volgende, die profiling. Wat is het punt? Je hebt een heel groot databestand en je laat daar wiskundige programma's op lossen die op zoek gaan naar patronen daarin, naar regelmatigheden. Om op basis van die regelmatigheden voorspellingen te kunnen doen over het gedrag van de betrokken individuen. En nu was er een hele discussie, is er een hele discussie juridisch gaande over is dit een inbreuk op de privacy of niet als je zo'n patroon naar boven haalt. Waar zijn ze op uitgekomen? Ze zijn erop uitgekomen op de vraag, is dat verband dat je eruit haalt een nieuw verband of niet? En ik weet wel, ik vermoed dat de wiskundeleerkrachten hier vandaag aanwezig zullen zeggen, ja, uiteraard is dat niet nieuw. Als je dat er hebt uitgehaald, dan is het omdat het al in dat databestand zat. Maar vanuit juridisch oogpunt zegt men, ja maar nee, het kan er wel in zitten, maar als je niet de inspanning hebt gedaan om het eruit te halen, dan heb je het niet. En het kan maar een inbreuk zijn als je het hebt. Dus er ging een discussie over, wanneer is wiskundige informatie nieuw? Wauw. Als ik nu zeg, 2 plus 2 is 4, maar dat is ook gelijk aan 1 plus 3. En jij zegt van, aha, dus 2 plus 2 is ook gelijk aan 1 plus 3. Kijk, nou, om dan te zeggen, dit is nieuwe informatie. Dit had je nog nooit gehoord. Ik bedoel, dit is totaal nieuw. Nee, toch. Daar zeker niet. Maar waar dan wel? Dus dat is schitterend. Maar kijk, mijn geliefkoosd voorbeeld is wanneer het gaat over kunst en wetenschap. Dat houdt mij nu al zo lang bezig en het zal mij tot het einde van mijn dagen blijven bezighouden. Ik weet wel, als het gaat over wiskunde en muziek, natuurlijk. Maar je kan zoveel meer doen dan alleen maar te verwijzen naar de prachtige koralen enzovoorts van Bach. U kijkt nu naar een partituur. Dit is een fragment uit Pitopracta van Yannis Xenakis. Xenakis die waarschijnlijk een aantal onder ons, als ik kijk naar de leeftijd gemiddeld, nog kunnen gekend hebben van de Expo 58. Het Philips-paviljoen was door hem ontworpen, want hij was assistent van Le Corbusier, maar componist ook. En hij gebruikte in zijn composities statistiek. Is dat niet mooi dat je in een cursus statistiek zou kunnen gebruikmaken van hedendaagse muziek? En het klinkt nog goed ook, althans wat mij betreft. Of dit. Is dat niet schitterend? Eén van deze twee beelden is een fragment uit een doek van Jackson Pollock. Het ander is een computergegenereerd beeld. En waarom is dat? Omdat Jackson Pollock, zonder het te weten, een voorloper was van de chaostheorie. Echt waar. Niet dat hij daar een wiskundig inzicht in had, zeker niet. Maar wat heeft Jackson Pollock gedaan? Dat is echt van een grootse schoonheid, hoor. Zijn zogenaamde drip paintings. Ligt het doek vlak op de grond en hij pakte een verfpot, touw aan het oor van de verfpot en een gat in de bodem van de verfpot. En in het begin was dat gat in het midden. En dus draaide met de pot en alles over het doek. En hij vond dat op niet veel trekken. Van, nou, nee, dat geeft allemaal zo'n beetje rommel. En hij kwam dan op het idee om verfpot, touw aan het oor en nu excentrisch een gat te maken. Kijk, als dan die pot begint rond te draaien, terwijl die ook een beweging maakt,
dan voldoet je juist aan de voorwaarden om chaotische effecten te krijgen. Dus je krijgt een complexiteit van structuur die hoger ligt dan wat je zou krijgen met rechte lijnen en cirkels, vierkanten enzovoorts. En daardoor kan het dan ook computermatig geïmiteerd worden. Dat is toch... Allee, bedoel... Ah. Ik heb dit nooit gehad. Daarom dat ik blijf insisteren. Ik zou dit willen gehad hebben. Ik heb het zoveel jaar later allemaal zelf bij elkaar moeten puzzelen. En tenslotte, en nu word ik helemaal uitdagend, zouden we het ook durven doen met religie? Hoe zouden we dat moeten aanpakken? Hoe zou je het moeten aanpakken om uit te leggen waarom deze mensen er zo bij staan? Laat staan om uit te leggen waarom dit een beeld is dat in een krant kan verschijnen. Ik bedoel, opnieuw, ik heb de neiging om het te willen benaderen als wetenschapswetenschap. Maar nu de wetenschap van religie, om het te zien als een maatschappelijk fenomeen. Waar zijn we terechtgekomen als wapens nodig zijn om een geloofsovertuiging te gaan verdedigen? En dan bovenal, en goed, dat zullen ondertussen een aantal mensen hier in deze zaal wel weten, een van mijn grote strijdpunten, de dag dat de lach verdwijnt, dan verdwijn ik ook. Dus... waarom kan dit een probleem zijn? Wel, deze cartoon van Zak was nu geen probleem. Die is foutloos verschenen in de morgen. Geen kat overkraaien zou straf zijn. Dan moeten we de biologie herzien. Geen haan overgekraaid. En waarom is het zo waanzinnig moeilijk om dit te kunnen meemaken? Dat is toch schitterend? Het ontwapenende effect daarvan. Maar nee, zoals ik het altijd zeg, wat is dat toch? Lees het hele Nieuwe Testament door. Nergens leest je daar en ziet, Jezus kwam binnen en voorwaar, zij schoten allen in de lach en het werd een bijzonder vrolijke avond. Dat staat daar nergens. Laat staan dat er zou staan en Jezus kwam binnen, duidelijk dronken, en zij zeiden, dit wordt een leuke avond. En... God zegene, de volgende dag waren ze alles vergeten. Ik bedoel, zoiets. Maar nee, staat daar nergens. Dat staat daar nergens. Ik eindig met een beroemde Belg. Waarom niet? Hè? Dat mocht je toch doen. Adolf Quetelet, de grondlegger van de statistiek. Een van onze beroemde Belgen, zonder enige twijfel. Ik haal dit uit zijn Recherche sur le poids de l'homme au différençage uit 1833. Dat is ongelooflijk, hè? Ik zal u een bekentenis doen. Ik was dit aan het opzoeken, omdat ik wou uitzoeken waar komt nu toch die body mass index vandaan? Niemand kon me daar een antwoord op geven. Wat is de oorsprong daarvan? Het staat bij Quetelet. Maar bij Quetelet staat het alleen maar als een statistisch patroon. Waarvan hij zegt, van, nu, je moet nu eens kijken. Ik vind hier in deze groep een verband tussen gewicht en lengte. Wat is dat voor iets eigenaardigs? Punt. Heel, heel interessant. Maar daar gaat het niet over. In diezelfde tekst lees ik dit. En dat is toch mooi. Ik ben ver van te beweren, van vol te houden, dat een doorgedreven kennis van de verschillende faculteiten van de mens, mogelijk van de mens, voldoende zouden zijn om te slagen in de schone kunsten en de letteren. Maar ik denk wel dat om een letterkundig werk te produceren, dat werkelijk in staat zou zijn om ons te raken, om ons te ontroeren en om onze passies op te wekken, dat het noodzakelijk is om de mens te kennen en vooral de mens die je wilt voorstellen. Is dit niet schitterend? Dit is wat ik noem de droom van Quetelet. Dat jij bent schrijver en jij gaat naar de wetenschappen toe om te vragen, oké, ik zou een mens willen neerzetten van die en die vorm, met die en die kenmerken. Is dat geloofwaardig? En dat er dan een interactie zou kunnen ontstaan tussen die twee. Dit is een droom van bijna 180 jaar geleden. En om heel eerlijk te zijn, ik wacht nog altijd op de vervulling van de droom van Adolf Quetelet. En daarom heb ik mij gepermitteerd om dit laatste deel onder de noemer I have a dream te plaatsen. Ik hoop dat u even met mij heeft kunnen meedromen. Dank u wel.